Reportage zien die Wies Andersen maakte over Luke Walter Jr. En dat brengt ons naar New York. Goedenavond, dames en heren. We zitten in de muziek vanavond, in de blues, meer bepaald, met Luc Renneboog, beter gekend als Luke Walter Jr., de stem en het gezicht van de groep Blue Blood. Na zijn tweede kandidatuur politieke wetenschappen aan de Gentse Universiteit, hij is 20 dan, wordt zijn zicht gaandeweg slechter en hij krijgt zonder veel omwegen te horen dat hij een ongeneeslijke oogkwaal heeft. Studeren wordt moeilijk, vrijwel onmogelijk. En hij gaat doorheen een depressie. Voortaan zal hij nog gaan musiceren en via de dwarsfluit wordt hij eerder bij toeval zanger van de nu succesrijke groep. Sindsdien treedt hij op in België en leeft samen met zijn Antwerpse vrouw in New York, die daar fotografe is en er nog een zaak heeft. Zijn moeder was Bulgaarse en zijn vader een gekend Antwerps cabaretier die in diverse films ook nog optrad als Einstein. In Antwerpen zat ik nog voor het laatst samen met Luke en zijn vader. Want kort na die opname verloor Luke zijn papi, zoals hij hem steeds noemde, en met wie hij een heel bijzondere binding had. Luke is een warme persoonlijkheid en ik ben blij hem te hebben leren kennen. Ik wens u een prettige avond. Herinneringen aan? Gewoon fantastische herinneringen. Fantastisch veel weekenden hier doorgebracht. Weekenden, dagen, tijd overgebracht. Meer dan op mijn werk. Daar heb ik geen spijt van, hè? Denk dan nog niet, hè? Ja, dat is waar. Maar ik was heel jong, hè, als ik hier kwam. Hè. Ja, hoe oud was jij? Wow, ik was denk ik 12, 13 zo. Jonger? 13, 14. En jonger, hè? Ja, ja. Waar jonger nu? Ja. 6, 7. Ja? Zoiets. Dat, ja, daar 6, 7, 8 is begonnen, jaar. Ja. En hoe groot was de familie? Vader, moeder en twee zonen. Ja. Luc en Walter. Ja. Ja. Daarvan het pseudoniem. Luc, Walter, senior en junior. Vind dat goed gevonden? Dat heeft een betekenis. Daar zit iets. Maar, ik heb dat zo automatisch. Ik ben cabaret beginnen doen. Ik vind dat daarom heb ik het pseudoniem ook overgenomen. Ja. Omdat ik een pseudoniem zonder background heeft geen zin. Nee. Het heeft geen zin van te noemen, weet ik wat, Johnny Black of... als dat op niks slaat, hè? Maar voor mij is dat hij Luc Walter was. Ja. En dan is het eigenlijk een vriend van mij die me zo gedoopt heeft. En gezegd, voilà, dat is een goede naam voor jou op te trekken. Luc Walter Jr. En van daarna ben ik senior, hè? Voilà. Maar dat valt me het eerst op hier, dus hoeveel polyester dat er ligt, hè? Ja, dat ben allemaal. Dat is. Daar hebben ze niks aan te doen. Ze moeten ermee schilderen, ermee krabben. Ik herinner me toch heel goed dat we meer tijd doorbrachten aan boten krabben en kruisen en schilderen dan varen. Dat was plezant, maar dat was zo, dat maakte er deel van uit, hè? Dat maakte er gewoon deel van uit. Maar dat doen de mensen willen dat. En meestal als de boot klaar was. Dan was het weer te slecht, ja, was of slecht, de tij was niet goed. Of het was winter. En het is zo dat je leert, drinken. Ja, dat zit in clubhuis natuurlijk. Hè. Gisteren een optreden in de Elisabethzaal in Antwerpen. Vandaag in een nokvolle tent tijdens de Kalmthoutse feesten. Yeah.
buiten. Maar hier aan dat touw, kijk eens, op heel dat hier. De stoelen zijn ook veranderd, precies. Ja, dat is ook geen hout meer. Dat is ook geen hout meer, dat waren vroeger oude stoelen. Dat is allemaal polyester, hè. Je hebt een heel bijzondere relatie, hè, die ik heb met mijn vader. Want, ja, we hebben geen oude vader en zoon. Nee, maar dat komt omdat... Als... Wij zijn vrienden. Ja. Ik heb één vriend, dat is Luc. Dat is de rechte vriend. Vriend is een woord dat... Ik gebruik het niet vlug, vriend. Nee. Kameraad wel. Ja, kameraad of kennis. Maar een vriend, inderdaad, heb je er maar één misschien. Kijk, als je twee hebt... Fantastisch, maar als je alleen hebt, is het al goed natuurlijk. Maar met mijn vader is het heel raar natuurlijk, ja, omdat ik... hoe oud was ik met de echtscheiding? 13, 14 jaar? 13, 14 jaar. En dan zijn we elkaar zo 7, 8 jaar uit het oog verloren eigenlijk. Ja, niet helemaal, maar toch weinig. Maar het was niet de ja, je ging naar school en voilà, ik was... Maar er was niks fout. Nee, er was helemaal niks fout. En het knappe eraan is nooit. Eigenlijk, op een dag zijn we elkaar op het lijf gelopen en we zijn vrienden geworden en gebleven eigenlijk. En andere kinderen die uit echtscheidingen zijn opgegroeid en die hebben dan, soms is dat natuurlijk... Een haat. Er wordt een haatrelatie of er wordt iets verweten. He, van, waarom was mijn vader er niet of mijn moeder er niet tijdens die jaren? Dat is flauwekul natuurlijk. Vind je dat ouders moeten trachten zo lang mogelijk toch maar samen te blijven? Er is natuurlijk altijd iets in het begin gezegd, maar dat wordt natuurlijk gezegd door de omringende maatschappij. Van, als je huwt en er zijn kinderen, dan heb je die verantwoordelijkheid en dit. Maar dat zijn zo van die rugzakken die altijd maar zwaarder en zwaarder worden. En wie zegt dat je die kan dragen? Er zijn zoveel mensen die beginnen aan een voetkoers naar weet ik wat, naar een of ander oort, naar Compostela. En die in Merksem al zeggen, dat is niks voor mij. Maar de bedoeling is goed natuurlijk. En er zijn misschien mensen die tot in Compostela zullen gaan. Ja. Er zijn er zeker die het doen. En die nog misschien terugkomen ook. Ik heb al lang gekozen, dus mijn teksten gaan alleen maar over man-vrouw verhoudingen. Goeie en slechte. Goeie die terug slecht worden, slechte die terug goed worden. Man-vrouw verhoudingen. En voor mij ligt het zo, ik ben er eerlijk in, man-vrouw relaties. En waar begint je
je filter naar de verkoopbaarheid van je producten, waar begint dat? Wow, daar denk ik niet over na. Echt nee. Niet? Nee. Dat is ook je manager niet? Nee, dat is een duidelijke afspraak. Ik heb je er net gezegd hoeveel respect dat ik heb voor mijn management en voor de platenmaatschappij. Maar er is duidelijk, en dat staat goed op papier, zij hebben geen enkele bemoeienis in de creativiteit op dat gebied. En al goed, want anders had ik nooit getekend. We really want to say thank you very much, because I mean this is like we have one more gig to do tomorrow night, and then we're gonna take a brief holiday. And we deserve it. But we want to thank you, because can you imagine us being here without you? Yeah. So I mean, I don't know, 100 times. 1000 times, thank you very much for being there all the time. Waarom in godsnaam spreek jij de mensen aan tijdens optreden in het Engels? Waarom? Eerst en vooral, mijn persoonlijke reden is, ik spreek de mensen in het Engels aan, omdat ik breng een Anglo-Saxisch Amerikaans repertorium. En ritmisch valt dat er gemakkelijker tussen als ik de binteksten in het Engels doe. En ik probeer ze zo goed mogelijk te doen. Daar ben ik eerlijk in. Wait a minute. I said, are you ready out there? We are Blue Blood and we're gonna play for you tonight. Is that all right? En misschien breng ik ze dan nog in een soort droomwereld ook. Ik denk dat de sfeer belangrijker is dan de boodschap van een bindtekst. Sfeer, voilà. Sfeer, natuurlijk, de boodschap. Er zit geen boodschap in. Ja? Ja, in het begin dacht ik ook, maar het is juist. Die sfeer zou gebroken zijn. Die sfeer zou gebroken zijn. Plus wat er bij Blue Blood is dat er zitten in de groep zitten 4 Amerikanen. Dus laten we zeggen dat de gangbare voertaal die gebruikt wordt Engels. Bij Blue Blood tijdens de repetities, Engels, tijdens de opnames in de kleedkamers, is Engels. Dan ziet zich wat ze daar even dat prachtige gebouw gezet hebben. Ja, maar dat vind ik niet erg. Er moet natuurlijk meer komen. Het moet echt een jungle worden. Dan kan dat knap worden zelf. Ja. Maar dat is het probleem niet. Dat is niet overdreven. Nee. Het nieuw bouwen in Antwerpen tot daartoe, dat is niet zwaar. Wat dat erger is dat ze andere dingen afbreken. Afbreken gewoon. Ze moeten deel dingen laten staan en combineren met een nieuwe architectuur. Dan wordt het interessant. Ze breken af. Dat was schoon en afgebroken. Dat is weg. Dat doen ze toch in New York heel weinig. Als ze afbreken, dat is het om veiligheidsredenen. Dat het echt niet meer kan, dat het gevaarlijk is. Maar anders proberen ze het op te frissen of te vernieuwen. En dan is het goed. Automatisch, als ik in Antwerpen aan de Schelde sta, dan denk ik aan de Hudson hier, en dan denk ik aan het appartement, dan denk ik aan Martin. En vice versa. Als ik hier sta, dan denk ik terug aan mijn vader. Creëert dat een soort onrust in jou? Nee, helemaal niet. Voor mij is dat... ik doe het op een heel gewone manier eigenlijk, naar hier komen en terug naar België en over en weer. Hier en daar een religieuze gek die iets tegen de camera heeft. Of tegen de cameraman, wat ik eerder zou begrijpen. Evil. We zijn in mijn hart, dat is zeker. De eerste maal dat ik dat dus heb gezien, dat fenomeen, in West Side Story, dus lang geleden toch, dan dacht ik maar... 54, 56. Ja, hoe kan dat kinderen daarin moeten spelen? Maar eigenlijk is het prachtig, want ze zijn
Ja, ze zijn echt beschermd. Het is voor stadskinderen bedoeld. Ja, het is voor stadskinderen bedoeld. Hè, ja. Die beschermd worden tegen traffic. Ja? En toch tegen zoveel meer. Ja? Ja. En toch het plezier hebben van buiten te kunnen zijn. Het is niet evident, hè, van in die stad hier natuurlijk met heel kleine kinderen te leven. Nee. Dat vergeet je niet, hè? West Side Story. Dat nee. Vergeet je niet. Nee, maar dat is een typisch beeld dat me is overgebleven van die film. Ja. Ja. Weet je wat ik eens wil proberen? Geluid, hè? Ja. Kijk. Ik weet niet of het werkt, hè? Herinner je dat geluid? Ja. Uit West Side Story? Ja. De rats die naar boven. Maar inderdaad, zoals gezegd, typisch New York, hè? Een winkel met alleen gouden schoenen. Why not? In Greenwich zullen we Luke's vrouw opzoeken die daar een shop heeft. Nu hoop ik alleen maar dat Martin er nog is. Ah, mon amour. Dat is zo toch? Ik moet naar een party. You will have to go to a party. Yes, and I would like to have a jacket. Well, you came to the right place. Are you sure? We have some beautiful linen jackets. You like a summer jacket or all year round? I would like to have a white one. A white one? Yeah. You see, we have them with two buttons and three buttons. Would you like to try the two styles on? I would like Luke loves to wear those, but this is also very nice. I would like to have the two buttons. Okay, why don't you try that? This my size? That's a size... Medium. Let me see. Oh! Turn around! Close the button! This is really nice! And I love it with jeans too. That's what's so nice about those jackets. And I think the two buttons is better for you. It's better for me. Yes. Too. I'm going to give it to you at a special price. That's not where I am. No, but I mean, I want you to. I like it. I love it. Ik vind het mooi, maar je moet het zo dragen, vind ik, met een polo shirt en een jeans. Oh, well. Look at this. No. Anvers. Checker. Checker? Ja, een checker, dat Duits model van taxi. Oh, ja. Voor een babbel trek ik met Luke naar de beroemdste Ierse pub van de stad. Volgens de laatste cijfers wil men de eigenaar een half miljard geven voor de grond. Maar Ieren kunnen koppig zijn. Het mooie van het verhaal tussen Martin en ik is dat we zijn even oud. We zijn 46, alle twee. Dus we hadden elkaar kunnen ontmoeten. We zijn alle twee van dezelfde stad, Antwerpen. Dus we hadden elkaar kunnen ontmoeten in Antwerpen 30 jaar geleden. Op een party of hoe noemden ze dat vroeger in die tijd? Een surboom. In een garage in weet ik wat, in Berchem of in Schoten of in Mortsel. Eender waar. En ik plaag er dikwijls mee. Ik denk dat ik met jou ooit geflirt heb in een, tijdens een party, op een schoolparty in Mortsel of in Kontus. Jij was daar en dan ben je gehuwd. Edegem. Ja, en je hebt, ja, of in Edegem, en je hebt je leven gehad in New York en in Afrika en in Cyprus. En dan hebben we elkaar toevallig ontmoet in New York. Wat voor soort leven is dat? Vrouwen hebben in New York en werken in Antwerpen. En pendelen. En je pendelt. Je pendelt naar je... Een mooi leven. Ja, maar ik... Een ontzettend mooi, boeiend en interessant leven. Maar ik heb altijd met die stad New York een soort binding gehad. Toen ik al, weet ik, 16, 17 jaar was. En ik heb altijd gedacht, ja, dit moet toch een interessante stad zijn, een boeiende stad. En als ik ze heb ontdekt, vier jaar geleden, heb ik gezegd, ja, bravo. In New York, alles ligt hier uit proportie. Altijd. Het is ook een grote stad. We wonen officieel
12 miljoen mensen, officieus 14 miljoen mensen. Dat is veel in één stad. Uiteraard zijn er mensen die sociaal op het volledig lage vlak raken hier. Dus ik doe het regelmatig. Ik geef soms inderdaad geld aan een bumper op straat, een homeless. Ziet u dat die gast gewoon die dollar neemt, die springt de eerste grocery shop binnen en die neemt een bier. En drinkt dat uit en dat doet hij dus 20 maal per dag, telke maal als hij een dollar krijgt. En de slachtoffers daarvan zijn natuurlijk de echte homeless people. Maar de rest zijn dus inderdaad gewoon alcoholiekers die niks willen doen, niet werk. En Martin heeft het ook bijvoorbeeld op een zekere manier opgelost. Zij, waar we wonen over ons is een straatje, Barrow Street. Er liggen altijd 4, 5 homeless people. En zij heeft al een borstel gekocht zelf bijvoorbeeld in de supermarkt, D'Agostino. Ze zegt, voilà, kijk, ik kom vanavond terug. Als je hier het voetbad een beetje opborstelt en zo, dan krijg je geld ervoor. Dat willen ze gewoon niet doen. Ze doen het niet? Nee, ze doen het niet. Ze zeggen, fuck you. Ze willen het niet doen. Dus dan zeg je, nee, er is iets verkeerd. Ze moeten niet zeggen dat ze werk willen of niet. Ze willen gewoon niet werken. Ze willen alleen maar bedelen, geld hebben en ermee gaan drinken. Natuurlijk maar niet 100%. Nee, dat is hem juist. Dat is hem juist. Maar daarom wil ik ook zeggen, de echte homeless people, en er zijn er, spijtig en erg genoeg, dat zijn de slachtoffers van de anderen. Blijf er een beetje bij dat je toch niet die muziek kan maken en zo brengen als je niet vanuit de spirit van hier werkt. Als je 3 jaar vasthouden in België, in dat Antwerpen van jou, waar dan ook. Heb je een idee wat je dan zou bezig zijn te zingen? Dan ben ik dood. Dan ben je dood? Ja. Nou, dat duurt geen 3 jaar natuurlijk. Dan ben ik dood, dus dan ben ik spiritueel dood. Dan ben je spiritueel dood in wat je nu bezig bent te doen. En zelfs misschien helemaal dood. Spiritueel dood, ja. Spiritueel dood. Ik ben, dat komt er dan al bij, ik ben een boogschutter, ik moet, I have to move. Almost where the heart is, right? Ja? Ja? Makes me move. Mijn aandelen zijn gestegen en dat is nodig ook. Van de man naast me weet ik het nog niet, maar aan professionals zie je dat niet zo. Ja, ja, ja. That's why I'm asking for the POY. Okay. Thank you. Anything I want. In New York komt er minstens elke dag een gek bij. Vandaag ben ik dat. Yeah.
Je maakt daar geen moeilijke zaak van het feit dat je gezichtsvermogen verslechtert. Maar je hebt niet veel keuze, hè. Maar... Je leeft ermee of je leeft er niet mee. En hoe leef je er dan mee? Well, zo goed mogelijk. Zo goed mogelijk. Ik probeer van alles te doen wat mogelijk is voor mij, niet tegenstaande met handicap. En de dingen die echt niet kunnen, bijvoorbeeld, een wagenbestuur heb ik helemaal moeten laten vallen, dat gaat niet meer. Muziek lezen gaat uiteraard ook niet meer. Teksten lezen ook niet meer. Dus, maar ik kan ze nog wel schrijven. Wat ik zelf schrijf, als ik ze groot genoeg schrijf, kan ik nog wel terug herlezen, bijvoorbeeld. Hoe oud was je toen daar iets over gezegd werd? Ja, dan was ik 23 jaar. Ja. Natuurlijk is het een schok, omdat je denkt, wat verdikken, ik begin aan mijn leven en het is net of het stopt nu al eigenlijk. Hè. Om het te beschrijven is eigenlijk, dus neem een rechthoekig beeld van een straatbeeld bijvoorbeeld. Dus als ik daar loodrecht op kijk, dan is er dus een heel gedeelte in het midden van het beeld dat voor mij dus blind is. Dus weg? Ja, weg, gewoon weg, ja. Ja, dat noemen ze dus, wat ze dus de gele vlek noemen, ja. is dat gedeelte waar je dus eigenlijk blind bent. Ja. Je samenwerking met Martien, met je vrouw, die wat dat betreft, die is echt aanvullend, hè? Ja, zij ziet dus voor mij, ja. Zij ziet voor mij. Charles? Oh, is Charles in? This is Luke. Yes. Yeah, because I made not really an appointment, because I'm here with a Belgian TV crew, and he said he was coming in from Boston. Do you know something? Is he coming in for sure? Or... Yeah. Because we don't want to drive up there if he's not in, of course. Well, I'll try later, otherwise I'll try tonight and we'll come up tomorrow. Where do we go from here? Come on, tell me now, tell me baby, where are we now? Where do we go from here? Televisie? Mm-hmm. Niks zeg ik. Elke dag minstens één gek. Dat hier, dat is een dog run. Daar komen de mensen mee, 's ochtends, en dan laten ze hun hond uit. En de hond laat ook wel wat uit. Er is een Labrador Retriever daar, de Golden Retriever hier. Hier en daar wordt ook wel een loze poging tot dekking verricht. Kijk. Als je wat verder gaat, hier, daar liggen de homeless people te slapen. Die worden nu zachtjes aan wakker. Thank you.
I've been talking so much about you lately. And I hear you do the same thing too. Ik merk dus mensen uit mijn generatie dat die allemaal ontzettende supporters zijn van deze soort relatie eigenlijk. Ja. Er zijn moeilijke momenten, want je bent soms niet met elkaar op het moment dat je elkaar ontzettend nodig hebt. Nee. Er is niks aan te doen. Maar je bent ook niet altijd, je zit niet op mekaars hoofd hier. Nee, je zit niet op mekaars lip. Maar samen zijn is ook geen garantie dat je elkaar kan helpen als het nodig is. Hè? Nee, want, maar dat zijn van die typische menselijke momenten dat je zegt van, nu zou ik willen dat ze hier was. En zij denkt dat ook op sommige momenten. En daar is niks aan te doen als je van die transatlantische relaties hebt, dan ga je niet, dan ga je ze niet, kom binnen een half uur. Met jou. Let me be the one to say I care. Let me be the one to say I'm sorry, oh so sorry. So many things we both could share. Dat is voor het eerst dat ik wormen eet. Voor het eerst. Je komt recht uit een laboratorium. En warm gemaakt. Omdat mijn poging tussen de wolkenkrabbers niet zo succesvol was vanwege de neerdrukkende wind, wil ik mezelf nog een nieuwe kans geven. Dit keer on the waterfront. Als ode aan Marlon Brando. Geslaagd kan ik het niet noemen, sorry Marlon. Omschrijven? Well, blues, in essentie is het een muziekvorm of een lyrische vorm die vooral gevoelens uitdrukken. Of dat het inderdaad droevige zijn wat de clichévorm is van de blues, of heel opgewekte gevoelens. Meestal gaat het ook gepaard met het ritme. Hè? Dus als je over iets anders zingt dan echt droefheid of de blue, dan ga je een ander ritme kiezen, dan ga je meer uptempo of eventueel dansbare ritmes zelf. Ja. Niet? Het is niet zo volgens jou dat je een black boy moet zijn, of een oude, liefst nog een oude black uit de Deep South, die zijn treurnis daarin uitdrukt. Nee, maar het is wel zo dat die mensen dus wel aan de basis liggen van de muziek. Zij hebben dus in de eerste plaats dus die vorm van to be blue, uitgedrukt dus in de, en dat is dan de blues geworden, de blues meervoud. Oh, Mr. DJ.
Amigo! Yo! Yo! Please, I want a buzzer. The magic word. Yo! Ça c'est comment mon fils appelle aussi les autres. Yo! Yo there! In a Chinese restaurant, if you call the waiter, yo! Hey, yo! Yeah. Half of the restaurant will turn to you. Their name is Hey Yo. And they're gonna say, who me? Als we op zoek gaan naar het huis van Luke's vriend Prince aan het andere eind van de stad, zien we nog de sporen van geweld en vernieling van de vorige dag. Een deel van de gemeenschap in de wijk hier zag de toekomst erg zwart in. En wij nu ook. C'est quand même une ville terriblement colorée, hein. T'as vu les rues comme elles montent et descendent comme à San Francisco? Oui. They just go at your own risk. Shit, I think it's the next block I recognize. It's 501. Oh, not close, so you have to park around here. Yeah. This is quite a scene here. Prince heet Charles. Maar is geen echte prins. Zijn gedrag is ook geheel onbesproken. Hij is een muzikus die Luke geruime tijd kent en al eerder enkele nummers voor Blue Blood schreef. Perhaps they're playing music. Yes. It's always... Hello. Charles? Charles, it's Luke and Martin. En quelle heure, midi? Hey! How's it going? Ah, hi! Bonjour, Romeo. Bonjour, Romeo. Bonjour. How are you? Good to see you. All right. You know, last night they were having burnings and stuff right out here. Setting it on fire. Something's going on like for 2-3 days. I didn't get to sleep until about 4 o'clock in the morning. So it started 2 or 3 days ago? Because I was in Boston on Friday. Yeah, it started 2-3 days ago. I mean, it's going on for 3 days. Yesterday so was the like guy, the guy got killed Friday, and it's been happening every night? Yeah, something like that. Yeah. Yeah, there were a couple of cars on fire there. 140th Street was so blocked with trash, you couldn't even drive up the street. Yeah, right. Gotta get in there. Just because one of the Belgian artists is here. And we wrote a song. All right. I did this last night while I was listening to the riots. Why is my computer out? Yeah, Troy told me we love the production with young guys here. Studio. This is the only kind of music that reflects what's going on outside. Yeah. What? Totally crazy. So that's like right hot from this bus. Yeah, exactly. I wrote this while the street was on fire. That's good that you can put some history behind the things. Yeah, right, exactly. Yeah? Exactly. So you know, I'm working on a an album for myself too, featuring me on flute. Yeah. I was gonna do a saxophone album, but right now in America, you know, there's a lot of too many saxophone yeah, records. And flute is good. I told you that on the phone. I mean, as far as I remember and experienced, I mean, I remember, for example, when Jet Rotol started with the flute, it was like, it's new sound in life. I mean, it's true. Oh, yeah. It's still like this with the flute. I mean, when I hear, these days, I hear a record and there's a flute solo, it's always like something fresh, something new. Hey, Romeo. Tu es grand, Romeo. Oh, look at all that stuff on that mouth. Look at that big smile. C'est le biscuit. What are you smiling about? Just a happy fellow. That was so funny the first time we went to BMG in New York here. Mm-hmm. Like, all the girls who were there, they sing all the songs by Blue Blood. Oh, all, really? So, yes. Oh, that's great. September will be. And yesterday I called Ellen Freed's secretary and she asked for my name, so it's Luke Blue Blood. She said, oh, yeah, we like the band. Oh, that's great. But still, I mean, there's no release in America. Yeah. But yeah. You never know. Yeah, there should be. We were trying to plot something together, you know, but I mean, how can you do that? We called already all the stations, send them CDs, follow the response, but that's not enough.
Niet dat het gesprek me ontgaat, maar ik wil me niet steeds opdringen. Since 1983. There's a difference in the styles of music. To tell the truth, I think there's a cultural ignorance in America that just won't allow them to open up to even listen to another language. I mean, not even another. I mean, you're singing in English, yeah. Obviously, but it's not even what you're saying. It's the sensibility. Yeah, probably. The sensibility is different, and even if it's the same. Of course, you're dealing with the American political music system, which is, you know, like in any country. This person wants to say, well, yeah, I just signed, you know, I just signed a 14-year-old kid, you know, who, like, sings out of the side of her neck. Well, I just signed a 6-year-old kid who sings out of the side of her knee, you know? It's like, everyone's trying to outdo everybody. And it's like, at some point, there are some good people out there. It's how you find them is what's difficult. The people that say, well, you know, I really like this, this is good music, and let's put this out on our label. Be here 7 o'clock in the morning. Now I'm tired. I'm drinking one beer because I'm very tired, you know. Okay, if we give you a take a picture. Don't take my picture. A handsome face like this? Yeah. I mean, how could we resist? Okay, come on. Thank you so much. Thank you, baby. Thank you. Thank you. You said one beer, huh? Yeah, no, I drink a couple of beer because I've been working. I've been here 7 o'clock in the morning, you know, every morning. Every hour of beer. Every morning 7 o'clock, you know, Voor een korte fotosessie moet ik mee met Luc en Martin op een heetzinkend dak. You know, feel better, sure. Yeah, working all day, you know. See, otherwise we have to walk all this up. That's it. And keep your face again a little in profile, even if you keep your eyes closed. It's just beautiful the way the sun brushes you. Great. All right. You may come down, mademoiselle. I'm going to take another lens. Look into my
my camera. I'm looking to you, honey. Really? To the camera? Yeah. De beste New Yorkse autodieven komen later meestal aan een vaste job bij de traffic wegsleepdienst. Ze blijven doen wat ze graag doen, maar de politie laat ze nu met rust. Woont met zijn vrouw 5 of 6 of 7 hoog in Greenwich Street. In een vriendelijke, smaakvolle flat. En met even zoveel vriendelijke en smaakvolle vrienden die wel eens langskomen voor een drink. Meestal allemaal tegelijk en dat noemen ze dan een party. Blue Blood. Luke Walton Jr. Oh, Luke Walton Jr. Oké, I forgot. And the only reason for that is because my dad is called Luke Walton, so it's his name. You should be Luke Walton Jr. Right? Most beautiful one. Ta-da! We dressed up to honor him. He's gonna fall off the track. It's a lot of fun. Yeah. I was there 10 years ago, at least. Voilà, avec plaisir quand tu veux. Almost a lot of people, I'm going to be the little one, I'm going to be the little one.